Hoi en welkom bij nog een aflevering van De Student aan het Werk. We gaan nu naar de vierdejaars van Sign en Bo gaat hier wat vragen stellen. Ja, dus Kees zit in. Kees, vier jaar, niet meer vier. Welke klas weet je hier? Dat is twee vierjaars. Kees afmaken. Ja, oh ja, dat heb ik. Je hebt een opdracht gekregen om je merk uit te creëren. Merk uit te maken, zodat je merk wil laten zien, zeg maar, zodat het nu voorbij klaar is en zo. Welk merk heb jij gekozen? Ja, Exacte. Je hebt een merk uit, misschien zo. Dus merk uit, heb jij twee stukken. Ja. Maar we waren bij Kees, die heeft het merk Exota gekozen en als merkuiting heeft hij kleding gekozen. Dit kan natuurlijk voor alles zijn, visual merchandise, reclameborden bij Sign, autowrap, muurwrap. Ja, laat ik een beetje van je werk zien. Mijn concept kan al die lijnen terug. Dat heb ik op een andere manier proberen te plaatsen. Ja, meer schetsen gemaakt en zo. En dan straks als jij uit bent op jouw schets, dan ga je er ook echt eentje, of hoe heet dat, plotten, zeg ik dat goed trouwens? Of ja, die folie kun je plotten, kan ook gezeefdrukt worden, kan geprint worden. Oh ja, gezeefdrukt. Oh ja, dan kun je t-shirts bedrukken ook hier, is ook echt heel tof. Oh, sokken. Ja, heel leuk. Oh, dat is echt een leuk ontwerp, ja. Sleutelhangers. Oh, dat is echt leuk. Kijk. En dit was voor Exota bij Lowlands. Lowlands, ja. Het festival inderdaad. Dat is een klantvraag om het retro gevoel terug te naar voren te laten komen. Heel leuk. Goeie merkuiting. Heel tof. Gette gevoel hoor. Ik heb van een t-shirt van half hier tegen elkaar gezet. Ah, ja. Heel leuk. Ook andersom. En hoeveel moet je eruit gaan werken of wordt dit gewoon één ontwerp, meerdere kleurtjes, shirts of? Ik wil gewoon zoveel mogelijk kleding. Ik gewoon zoveel kan laten zien. En dan daarbij komt ook nog product display en stand. Ah, oké, nice. Nou, dit was Kees en zijn project is. Kees, super.